Goedemorgen. Het is jammer, meneer. Heb jij niet die boorkie op je deur gezien? Nie? Die winkel is vandaag toe. Ons het vanmiddag die bekendstelling van André P. Brink, zijn nieuwe boek. Ik is bewust daarvan. Jij is welkom om een beetje rond te kijken. Maar als je iets specifieks zoekt, zal je morgen moet terugkomen. Ik heb nog 1010 dingen om te doen. Dat was niet eerst tijd om koffie te maken. Dat is in elk geval nonsens dat mensen verwachten om voor niet hier koffie te drinken. Dus een boekwinkel die niet. Restaurant niet. Dat is natuurlijk. Welkom, meneer Brink. Dingen is zo die mekaar, net aan orkeer. Aangenomen, kinders. Ik is een van jouw grootste bewonderaars. Als voorzitter van die veteraan Vonkevrouwen zeg ik altijd voor mijn mensen dat ons inspiratie moet put uit jouw deursettingsvermoe en jouw positieve uitkijk op je leven. Baie dankie. Is er een nou hier? Het is een voorrecht om jou uiteindelijk van aangezicht tot aangezicht te ontmoet. Sit sommer en maak jou thuis. Reino sal een bykie laat wees. Jy kon seker aflei dat ek die persoon is wat alles hier achter mekaar hou. Sit gerus, ek maak gauw vir jou een koppie koffie. Dankie weg, ek denk ek kom een bykie later weer. Een vark in die pad is die memoir waarvoor André P. Brink se aanhangers al jaren wacht. Dat de legende soos hy, sy leefwereld en emoties met ons deel is een voorreg. Hy was die sleutelpersoon wat namens die 60ers sy stem dik gemaakt het en die regering van die dag aangevat het. Sy kennis van die aand is die eerste Afrikaanse boek wat verban is. Hy is in alle opzichte een baanbreker voor Afrikaanse literatuur en van sy werk is al in 30 tale beskikbaar. Die lijst van toekennings wat julle daar voor julle sien, laat nie reg geskiet aan wat hy alles bereik het nie. A Commonwealth Award, Nobelprys nominaties. Ja, maar wat my betref, is dit nie jou sukses wat jou die man gemaakt het wat jy vandag is nie. Dit is persoonlike terugsla. En daarvan was al genoeg. Hoe bly my in staande? Jy sorg net dat jy nie gaan lê nie. Ons allemaal kom in een stadium bij een vark in die pad. Gaan lê of gaan aan. Neem een besluit en maak een keuze en leef met die gevolgen saam. Dames en heren, André P. Brink. Dank je, Reino. Dames en heren, die titel van hierdie boek is afkomstig van een Amerikaanse bofbalspeler. Yogi Berra. Wat beroemd of berucht geraak het, niet noodwendig voor wat hij op die bofbalbaan vermag het nie. Maar voor sy eenaardige manier om dingen te stellen. En een frase wat nog vandaag in mijn kop blijft steek, is: if you come to a fork in the road, take it. Nou. En daar was baie virke en messe in my pad. En ek het nooit probeer om te dink dat as ek een kies, die ander een daarmee heen is nie. Maar dat hulle allemaal op die een of ander manier bly voortleef. Of het nou gaan oor my jeug, wat wissel vanaf die eerste voorbarige voor op die baan meisiekentjie, wat vir my wou wys wat het is om te vry. Daarna Parijs met Schapel daarbij, teruggekom die liefde vir Ingrid Jonker, gevolg deur nog een reis na Parijs en daar die studentenopstanden. En na my terugkom een voortdurende strijd wat jare en jare geduur het, en het was nooit makkelijk nie. Die teenslag was van so aard dat de mens om elke hoek en draai beproef het en jou laat voel het, dat het misschien uiteindelijk toch die moeite werd is, want niks kan werkelijk blijven staan teen die woord nie.